Burgemeester Bruls hield maandag op plein 44 een korte toespraak om stil te staan bij de gebeurtenissen in Parijs. Daarna was hij samen met het college en 1000 Nijmegenaren 1 minuut stil. En het is goed dat we in heel Europa zometeen 1 minuut stil te zijn. Uit sympathie en ter nagedachtenis aan de inmiddels al meer dan 130 dodelijke slachtoffers ten gevolge van de vreselijke terroristische aanslagen die de rest van het leven moeten te leren leven met de ondraaglijke last die hen is overkomen. Zoals het ons allemaal is overkomen. Want we staan hier met veel mensen omdat we allemaal vrijdagavond en de dagen die daarna waren hebben gevoeld, dit raakt ons allemaal. Dit is niet alleen een aanslag op Parijs, niet alleen een aanslag op Frankrijk, maar een aanslag op ons allemaal. Iedereen in Europa en ik denk in de hele wereld voelt zich getroffen door deze vreselijke, weerzinwekkende aanslag. Maar het uiteindelijke antwoord zit hem niet in het wapen. Het beste antwoord dat wij kunnen geven in een werelddeel wat door eeuwen van ploeter en bloedvergeten iets van wijsheid, ik zeg iets van wijsheid heeft verworven, het zit in het verdedigend opkomen voor de waarden die wij vertegenwoordigen. Precies die waarden die die terroristen proberen te verstoren. Daartoe roep ik u graag op in de sympathie en in de troost die we bij elkaar zoeken en ook willen bieden aan al die slachtoffers en hun nabestaanden in Parijs. Ik verzoek u om 1 minuut stilte in betracht te nemen.